Vandaag op een pauze na de een goed georganiseerde sportdag, denk ik vandaag. Wim Verhagen van de badmintonvereniging, we staan hier bij jouw sport vandaag. Wat vond je ervan? Nou, ik vond dat de opkomst nog aardig meeviel. We hebben toch nog weer inschrijvingen binnengekregen nu. En gisteravond nog een paar inschrijvingen. We hadden natuurlijk wat meer gehoopt. We hadden een hele planning gemaakt voor meer dan 100 in ieder geval. Om dit de hele dag te organiseren. Maar ja, nu zijn er, ik dacht 43, zag ik er net op de lijst staan. Dus ja, we zijn toch wel tevreden. En de kinderen zijn allemaal enthousiast en het loopt goed. En ja, de sfeer is prima. Je had het zelf al even aan. Kinderen. Waarom alleen kinderen? Nou, het was niet de bedoeling dat er alleen kinderen zouden gaan meedoen. En, want op de affiches en de posters die we verdeeld hebben door de, over de scholen heen. En in de kern Weesp en het Loo en Oldebroek. Of Hattemerbroek. Hebben we toch duidelijk aangegeven dat het voor alle leeftijden is. En op de inschrijfformulieren staat ook heel bewust voor aangepast sporten. En die mogelijkheid hadden we iedereen willen geven. Want we hadden daar alles al voor geregeld. We hadden al contacten met jongens derde, vierdejaars SIOS-opleiding. Die zouden dan eventueel aangepast sporting kunnen gaan doen. En daar hadden we al helemaal een planning voor gemaakt. Maar ja, als je geen aanmeldingen ervoor hebt, hoef je er ook geen gebruik van te maken. En het aantal senioren, ja, het valt mij heel erg tegen. Want ik denk dat de ouders toch verwachten dat alleen de kinderen gaan sporten. En dat ze zelf niet hoeven te sporten. Maar mijn inziens is zo, goed voorbeeld doet volgen. Rick, een vraagje. Hoe belangrijk is sport voor de jongeren? Ontzettend belangrijk. Ik denk dat daar heel veel dingen ook beginnen. Vriendschappen. En dat kinderen in principe natuurlijk in beweging. Dat zorgt er ook gewoon voor dat ze hun kop lekker leeg hebben. En vrolijk kunnen zijn. Wat vind je van zo'n dag die er vandaag georganiseerd wordt? Ja, ik vind dat heel erg leuk. In het begin dacht ik van, nou, ik ben benieuwd hoe we erop afkomen. Uiteindelijk zie je dan toch een hele zaal vol kinderen. En dat is denk ik de bedoeling. En hopelijk nemen ze samen met hun vriendinnetje het besluit om ergens bij een van de verenigingen te gaan. Het gaat dan nog niet eens alleen om volleybal. Gewoon over allerlei zaken. Als sport in het algemeen. Ja, sport in het algemeen is gewoon goed. Er komt dus geen speciale senioren sportdag? Dit traject, we moeten nog evalueren natuurlijk. Maar ik denk dat het toch zeker vervolg zal hebben. En we hopen dat binnen een jaar te doen. En misschien in een betere periode. Want nu is het direct na de zomervakantie. En misschien is het toch net even iets ongelukkig gekozen. Mensen zitten nog met vakantie in het hoofd. En ja, wij hadden gedacht van, nou, ze moeten gaan kiezen naar de vakantie. Wat zullen we nu eens van sport gaan doen? Wat zullen we eens gaan doen? Maar schijnbaar zijn ze of allemaal al voorzien. Of ze zijn te druk met werken. Of ze hebben andere hobby's. Of de computer trekt meer. Of de televisie trekt meer. Of de bank is overlijdelijk. Of noem het, vul het zelf maar in. Het ligt in ieder geval niet aan jou, Wim. Nee, zeker niet aan mij. Als het aan mij ligt, ga ik elke dag sporten. Dus, maar ja, dat weten de meesten wel. Dus. Zoals je ook al zegt, goed voorbeeld doet volgen. Je kunt dus terugkijken op een geslaagde dag. Ja, hij is nog niet afgelopen, maar ik mag ervan uitgaan dat dit een geslaagde dag is. En nu is het even lekker rustig. Kijk, en we hebben de zaal ook opengehouden en niet afgeschermd met schermen. We willen het gewoon transparant houden, dat iedereen ook de andere sport kan zien. Zo wordt normaal op zaterdagen wordt ook de sporthal gebruikt. Meerdere sporten naast elkaar, meerdere sporten achter elkaar. En ja, de sport leeft in de gemeente Oldebroek. Alleen, ja, de accommodatie, dat is soms toch nog een lastig punt. Daar kunnen we nog eens een keer een heel uitgebreid gesprek denk ik over gaan voeren, of niet? Ja, daar kan nog een heel lang gesprek over komen, ja. Ja. Dus ik wou dat bepaalde mensen op bepaalde functies toch iets besluitvaardiger waren over het nemen van de dingen. En meer de essentie zagen van ja, wat sport kan betekenen. En dat dat ook ja, breder gezien moet worden en breder gedragen moet worden en ook meer gestimuleerd moet worden. Dus, en ook de mogelijkheden gebruiken die er zijn in de kern. En als die mogelijkheden er zijn, moet je die benutten en niet laten verpauperen. Sport mag zowat geen restricties hebben dus? Eigenlijk niet. Nee, dat moet heel laagdrempelig zijn. Als je er wil voorstaan dat je sportgemeente wil zijn en dat je de kinderen en iedereen aan het sporten wil hebben, ja, dan moet je daar ook voor gaan. En dan moet je daar ook op korte termijn en ook direct voor gaan. Ongeacht wat dat op dat moment ook voor verplichtingen voor anderen zal geven. Dan, je moet er gewoon voor gaan, denk ik. En het niet laten verschieten tot een later periode. We gaan het zien, Wim. Dankjewel voor zover.